was al een aantal jaren fan van Sonic Youth en ik had in de biografie in de Popencyclopedie van Oor, uit 86, had ik gelezen dat Glenn Branca, daar speelde zij bij in het orkest, die bandleden van Sonic Youth. En Branca maakte een soort drumgitaar, dus grote velden met snaren waar hij op zat te drummen. En, dus ik was op de hoogte van Branca en van Bradford Reed en zij waren voor mij de motivatie om zelf ook wat te gaan ontwikkelen. Ik ben opgeleid als chemisch laborant. Toen bleek dat ik tijdens mijn stage dat ik eigenlijk totaal onhandig was en chaotisch. Ik liet alles uit mijn handen vallen en ik vergat kooktijden. Dus ik was totaal ongeschikt voor het vak als laborant, ondanks dat ik het theoretische kader wel goed beheerste. De invloed van natuurkunde is wel heel essentieel in mijn werk, omdat ik maak in feite geen muziek, maar ik doe meer een soort akoestisch onderzoek. En akoestiek is een onderdeel van natuurkunde, waarbij natuurlijk heel veel wetmatigheden optreden. En doordat ik dus die beta-studie heb gevolgd, kan ik dat koppelen aan mijn onderzoek. En kan ik daar een kunstzinnig resultaat mee boeken. Dat is zeg maar je zoekt zeg maar het optimum van het geluidsvolume en daar hoor je ook een soort mooie, fraaie boventoon. En als je het ter vergelijking, dit is een normale snaar. Zo klinkt hij op een gitaar, zeg maar, en zo klinkt hij op dit instrument. Dat doet vrij oosters aan. Zo zou het op een gitaar klinken, zeg maar. En er is nog, zeg maar, ik kan ook dit. Zo'n trucje zeg maar, die ik dus na het bouwen van het instrument pas heb ontdekt, dat je dus je kan aanslaan. En dat wist ik van tevoren niet, maar toen ik het ding eens af had, toen had ik gezegd, dat kan je er ook op spelen. Dus dat trekt het dan weer tot het ontwikkelen van een nieuw instrument, als je dat dan hebt ontwikkeld. Systeempje, zeg maar, waarbij ik dus heel eenvoudig dingen kan maken. Dus een soort Lego, een soort IKEA en daar varieer ik in. Dat zijn mijn bouwstenen. En met die bouwstenen kan ik eigenlijk wel alles bouwen. Ja, dit is de eerste, tweede, derde. En je ziet hier bijvoorbeeld zitten wat streepjes op met een pennetje heb ik dat erop ingekrapt met een Stanley-mes. Je ziet dus dat ik hier al op zoek ben naar wat hier dan uiteindelijk dat kleurensysteem wordt. En dat kleurensysteem heb ik zeg maar, helemaal uitgewerkt in een toonschaal. Dat is dit geworden uiteindelijk. En dit is, ik heb dus van al deze klank die je hier hoort, dat noem je een multifone klank. Dus dat is niet één toon, dit is één toon. Maar hier hoor je meer. Je hoort iets laag, je hoort ook iets hoogs. En dat heb ik dus allemaal uitgewerkt op op al die posities die hier zijn gemarkeerd. En dus ik weet, zeg maar, als ik hem op kwart zet, weet ik dat de boventoon een E is, als de openstaan een E is. En dat er een A aan de ene kant zit en nog een E aan de andere kant ook. En zo weet ik dus voor alle posities het akkoord. Dus het is nu, naar mijn mening, is het nu wel klaar hiermee. Ik vind het wel genoeg dat ik.
Ik heb ooit 1 jaar gewerkt bij een reclamebureau. En dat beviel me niet zo. Daar heb ik toen een stripboek over gemaakt. En toen, kort daarna, kwam ik als verkoper in de winkel te werken. En toen kon ik, weer een half jaar later, kon ik die stripboekenwinkel overnemen. En ik had een grafisch ontwerpbureau daarbij. Dus toen had ik grafisch ontwerp, stripwinkel. Toen heb ik de stripwinkel weggedaan. En toen heb ik een jaar of 10 heb ik voor uitgeverijen als zelfstandige gewerkt, als grafisch ontwerper. En in de tussentijd heb ik zeg maar mijn artistieke ambitie was het instrumenten bouwen. En dat begon dus als, nou niet als een hobby, maar meer als artistieke ambitie. En dat is nu mijn huidige baan sinds een aantal jaren. Ik had niet jonger kunnen beginnen, want ik kwam er pas op mijn 28, 29 achter dat ik handig was. In die winkel waar ik die kasten moest bouwen. Dus het was gewoon een late ontdekking van een van de dingen die ik kan in mijn leven. En ja, als je op je 20ste begint. Maar ik ken niemand die, de meeste mensen, die dit is gewoon een beroep voor oudere mannen. Zo rond 2005 had ik hier zo 20 gitaren liggen en die deden helemaal niks meer. Dus dat ging niet helemaal goed. En toen dacht ik dus... het idee om die instrumenten voor bands te gaan maken. Dus ik benaderde Liars, wat een underground band is uit Berlijn. De Amerikaanse band die in Berlijn woonde. Of zij interesse hadden voor mijn instrumenten. En dat werden gewoon donaties. Dus ik gaf die instrumenten weg. En doordat ik dat weggaf, konden zij het gebruiken en ermee op tour gaan. En zou mijn werk dus breder onder de belangstelling komen dan dat het hier gewoon op zolder lag. Ik mailde na Liars, mailde ik Sonic Youth dat ik dat had gemaakt voor hun en of ik ook voor hun zoiets mocht maken. En dat is dan deze geworden. Dit is een model wat die Ronaldo de gitarist voorstelde. Die wilde een soort harpgitaar. Wat is in feite een gitaar is met een soort wipwapconstructie met een extra snarenveld. En ik ben zelf niet zo'n fan van de Jimmy Page gitaar met de dubbele nek, want ik vind dat een beetje te macho. Dus ik wilde niet dat mijn idool met een foute gitaar op het podium stond. En, dus ik heb hem er bovenop gebouwd. Dus dan kan je dus met je hand er gewoon tussen. En je speelt dus de bovenste snarenveld raak je niet aan. En dit is gewoon een gitaar. Ja, dus dat zijn gewoon deze pickups. Maar als we nu naar die gaan. Omkluggen. Daar speel ik dus hier een noot. Komt dus hier vandaan. Ja, dus dit, ik raak dit dus niet aan en indirect hoor je hem wel. Ik ben eigenlijk niet zo heel erg muzikaal. Ik heb heel veel ideeën over klank. Ik ben heel beroerd in mijn techniek. Ik kan geen maat houden bijvoorbeeld, daar heb ik echt moeite mee. Ik kan geen melodie schrijven, dus ik kan ook niet zo goed componeren. Ik had altijd als doel om striptekenaar te worden. Mogelijk als schilder of kunstenaar, als afgeleider daarvan. Dat heb ik nooit echt gedaan. Dus het was vooral beeldende kunst waar ik in geïnteresseerd was. En later kwam dan die muziek erbij. Maar ik ben wel altijd heel serieus bezig geweest om zoveel mogelijk ruimte daarvoor te creëren in mijn leven. Dus zo min mogelijk te werken in de zin van dat ik een carrière moest maken met een grafisch bureau. Ik had een grafisch bureau waarmee mijn geld verdiend werd en ik richtte me op een artistieke ambitie. Ik was bouwen voor bands en dat duurde elke keer een maand of 3 voordat ik een instrument af had. Dus ik zat met een enorm probleem dat ik dat niet naar een business model kon toebuigen. Want die instrumenten die waren gewoon dan te duur, zeg maar. Dus ik kon er maar voor een bepaald bedrag kon ik ze maken. En dan had ik, bij wijze van spreken, verdiende ik 1000 euro per jaar aan 4 instrumenten. En toen was er iemand in Belfast die wilde een workshop hebben voor zijn festival. Dus die wilde dus iets met knutselen doen. En daar had hij me voor gevraagd. En toen heb ik een model gemaakt wat eigenlijk gewoon zo simpel mogelijk is. Wat je gewoon in elkaar kan schroeven in een aantal uur tijd. Maar wat wel goed klinkt. En
Dat bleek zo, ja, dat was gewoon zo'n de oplossing voor mijn probleem, zeg maar. Want dat kon ik vervolgens aan andere festivals verkopen. En daardoor werd het instrumentenbouw mijn werk. In feite doen alle deelnemers doen het werk en ik ben alleen maar leraar. Now it's not stuck, it's now getting, but when you do an extra winding, it would go. Nou, ik ben voornamelijk in Europa actief. En ik ben al een paar keer in Amerika geweest. En er was sprake van Nieuw-Zeeland. Maar je zit gewoon enorm met die oceanen die overal tussen zitten. En daar kom je niet zomaar overheen met zo'n lading hout en allerlei werkvergunningen en importtoestanden. Want je kan niet zomaar hout naar Nieuw-Zeeland brengen bijvoorbeeld. Dan gaan ze weer over milieutoestanden lastig doen. Dus er zijn behoorlijk wat drempels die je moet overwinnen. En ik ga nu wel waarschijnlijk naar Rusland toe. Dat vind ik al een hele grote stap. Maar door die workshop had ik zeg maar het was nog geen salaris, maar dan had ik een studentenloontje bij wijze van spreken uit de instrumentenhandel. En ik deed nog wat grafisch ontwerp erbij. En dan geleidelijk werd dat grafisch ontwerp steeds minder. Omdat die workshop die werd beter verkocht op grotere festivals. Daarnaast ging ik optreden met die mensen. Dus het werd een soort van participatieproject waarbij het hangt een beetje tussen amateurkunst en serieuze muziek in. Waarbij het soms heel erg amateuristisch is en soms is het heel erg goed als je goede improvisatie muzikanten erbij hebt. Er was zoveel aandacht voor dat op een gegeven moment ook mensen wilden dat festival ook alleen dat muziekstuk wilde horen. En dan moest ik 20 mensen met de trein over halen en dat was nogal een duur grap. Dus toen heb ik uiteindelijk besloten om, ik wilde eerst iets solo doen, dat kreeg ik niet helemaal voor elkaar omdat ik ben niet zo vreselijk handig met muziek, ik kan alleen maar overal. En toen heb ik Arnold gevraagd, die al vaak meedeed in die ensembles en hij is een drummer die ook toetsen kan spelen en gitaar kan spelen. Dus die kan eigenlijk alles een beetje aanraken. En nu zijn we met z'n tweeën zijn we met Bismuth begonnen. Ze weten niet zo heel veel van de technische kant van strip tekenen, maar als je een stripfiguur tekent, dan moet je dat poppetje van voren, maar ook van zij en van achter kunnen tekenen. En het is niet alleen het poppetje, maar je moet ook de straat van voor en van zij en van achter kunnen inbeelden of de kamer waarin iemand zich begeeft. En je moet dus bij de lezer de illusie opwekken dat die kamer daadwerkelijk bestaat met die poppetjes erin en dat die poppetjes bewegen. Dus je bent heel erg een regisseur. En dat storyboarden, zeg maar, dat is iets wat je niet direct leert. Dat kost je gewoon 10 jaar aan tekenervaring. En ik ben ervan overtuigd dat storyboarden of dat regisseren, dat positief heeft bijgedragen aan mijn inbeeldingsvermogen van hoe een instrument
geconstrueerd moet worden. En ik kan dus zeg maar, ik ga gewoon in bed liggen en dan ga ik nadenken van hoe ga ik die brug op een stuk hout bouwen, dat die precies over die snaar heen loopt. En dat vereist een soort van driedimensionaal denken. En ik denk dat je daar een behoorlijke tekenaar voor moet zijn om dat te kunnen. Ik heb nooit echt twijfels gehad over die instrumenten bouwen, dat niet succesvol zou worden. Dus in de eerste jaren was het uiteraard wel zoeken hoe je een instrument kan maken wat echt gewoon mooi bespeelbaar is. Ik hou heel erg van herrie, maar niet iedereen houdt van herrie. Dus ik ben op zich wel tevreden met een ding wat heel veel herrie maakt. Maar het is wel prettig als je ook iets kan maken waar bij wijze van spreken al Vader Jacob op gespeeld kan worden. En toen dat eenmaal lukte, toen zat ik wel met een soort gat van hoe ga ik dat naar buiten brengen, want dat lag hier op zolder. En ik was eigenlijk niet meer bezig met muziek maken, omdat ik vooral mijn creativiteit richtte op het, en ook mijn denkproces zat vooral op die instrumenten, niet op melodielijnen bijvoorbeeld. En de ambitie om striptekenaar te worden, die verviel daarmee gewoon. Ik denk dat je met een creatieve koers, als jouw focus continu op iets is, dan laat je andere dingen vallen. Dus als jij je op schrijven richt, dan richt je je minder op filmen. Of als je je op verhalen richt, dan richt je je minder op poëzie. Dus dat gaat denk ik automatisch of natuurlijk. En toen ik eenmaal met Liars en Sonic Youth aan de gang ging, toen wist ik wel dat het gewoon een succes zou worden. Dat was voor mij helemaal klinkklaar.